Voor Esmee. Ik was 12. Blank, Nederlandse afkomst. Wij komen uit een welvarende familie met familieleden die voor justitie werken en voor de Belastingdienst. Maar ons huis staat in een wijk met een bovengemiddelde criminaliteit. Ik kwam 2 keer te laat voor een tandartsafspraak. Dat lag aan de bus, maar dat maakt niet uit. Eet iedere zondag McDonald's. En ik werd in de brugklas betrapt op afkijken op een proefwerk aardrijkskunde. Ik was 12 toen dit systeem werd ingevoerd. Ik dacht, waarom hebben computers het recht om ons leven te bepalen? Zijn wij niet meer dan enkel cijfertjes? Ik geloofde dat het wel voorbij zou vliegen. Maar daarin was ik de enige. Ik was 13 en mijn leven was al bepaald. Een lange, neerwaartse spiraal. Weet je nog wat er gebeurde toen ik publiekelijk mijn twijfels uitsprak? Ik was 14 toen ik me terugtrok. Ik viel niemand lastig, was gewoon mezelf. Maar jij, mijn bloedeigen zus, bekritiseerde me op de inhoud van mijn tekeningen. En wat maakt het nou uit hoeveel uur per week ik videogames speel? Ik ging er nooit meer uitkomen. En je weet ook gelijk, met zo'n score ga je never, nooit niet een baan krijgen. Of een huis. En dat wist jij maar al te goed. Is dat waarom je mij hebt laten vallen? Ik was 15 en helemaal alleen. Verwijder haar liever van je contacten. Jij wilt toch die baan? Maakt niet uit dat ze je zusje is. Ik dacht dat onze band sterker was dan de druk van dit rotsysteem. Maar ik had jouw steun nodig, niet je verwijten. Niet je pogingen mij te veranderen. Maar mijn lage score trekt die van jou omlaag. Je kansen in deze wereld zijn groter als ik niet in je leven ben. Ik was 16, toen ik beter had moeten weten. Jij vond het belangrijker om te leven in een wereld waarin iedereen een masker draagt. Een wereld waarin iedereen constant let op wat je doet, wat je zegt. En in die wereld van neppe mensen lacht iedereen, maar niet veel zijn er gelukkig. Hun lippen lachen, hun ogen niet. Maar mijn ogen zijn open. En ik zie de wereld voor wat het is. En ik heb geprobeerd de ogen van jou ook te openen. Ik ben 17. Maar het maakt allemaal niet meer uit. Al mijn apparaten zijn geblokkeerd. Mijn accounts verwijderd. Mijn foto's verdwenen. Het is alsof ik nooit bestaan heb. Spoedig zal ik ook verdwijnen. En het enige wat nog van mij over is dan, is mijn kamer. Ik was maar 12. Thank you.
Thank you.